We zijn hier op de begraafplaats, de Joodse begraafplaats aan de Arnhemse weg. En ik sta voor het graf van mijn grootmoeder, Grietje Velleman. Geboren in Leeuwarden, overleden eind 1942. Zij is in eenzaamheid gestorven. Haar man, Simon Noach, was weggevoerd. Was in Westerbork toen zij overleed en is later getransporteerd naar Auschwitz, waar hij kort na aankomst is vermoord. Mijn grootmoeder was te ziek om te worden vervoerd. Ze zou vanzelf wel creperen, was het oordeel van de nazi's en ze hebben gelijk gekregen. Zij is in eenzaamheid gestorven omdat haar kinderen ook niet bij haar konden zijn. Haar oudste dochter, mijn moeder, was hoogzwanger en was ondergedoken aan de Hoendeparkweg in Apeldoorn. Haar andere dochters waren afgevoerd naar kampen. Via Westerbork is haar jongste dochter in Theresienstadt, een modelkamp, terechtgekomen. En vandaar naar Auschwitz-Birkenau getransporteerd. Zij heeft de oorlog overleefd, evenals haar andere zuster die met haar man en een tweeling, haar jongste dochter van die vrouw ligt hier, naar Bergen-Belsen is gebracht. Het kamp waar Anne Frank is omgekomen, maar waar zij de oorlog met haar familieleden heeft overleefd. Heel bijzonder, man, vrouw en twee kinderen. Mijn grootmoeder is van dit alles gestoken gebleven. Zij is in eenzaamheid overleden en ook in alle eenzaamheid begraven. Een bijzonder triest verhaal. Naast haar ligt dan het graf van mijn nicht, mijn oudste nicht. Samen met haar zus is zij degene geweest, omdat ze voor de oorlog geboren zijn, die mijn grootmoeder persoonlijk hebben gekend. Ikzelf ben zonder grootouders grootgebracht. Drie van hen zijn in de oorlog omgebracht. En mijn grootmoeder is dan nog van het laatste stukje waarvan we inderdaad nog een tastbaar bewijs hebben van haar bestaan.